Mijn naam is dominee Van der Ree en deze podcast wordt u aangeboden namens de Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal-Peniel. Nu in verband met de corona-uitbraak al het gemeentelijk leven is stilgelegd, zoeken we naar een manier om u als luisteraar te bemoedigen en Gods woord mee te geven. Juist in deze bijzondere tijden en omstandigheden mogen we houvast zoeken bij de God die van eeuwigheid tot eeuwigheid regeert en alles in zijn hand houdt. Zometeen hoort u een Bijbelgedeelte, gevolgd door een korte meditatie. Ook spreek ik een gebed uit. En dit alles wordt omlijst met muziek. Het is de bedoeling, zolang de coronacrisis duurt, deze podcast elke woensdag beschikbaar te stellen via onze website www.peniel.nl en via ons YouTube-kanaal. De podcast is te downloaden, zodat u hem kunt doorsturen naar uw bekenden. Thank you.
Afgelopen weekend was het Pasen. Hoe heeft u de paasdagen beleefd? Goede Vrijdag en Pasen zijn de hoogtijdagen van de kerk. Het sterven en de opstanding van de heiland, ze vormen het hart van het evangelie. En daarmee ook het hart van het geloof. Jezus plaatsvervangend en verzoenend sterven. En zijn opstanding uit de dood die leven geeft en hoop geeft. Het is om je hart aan op te halen. Is dat gelukt afgelopen weekend? Het was niet mogelijk om samen te komen in de kerk, om samen te bidden en te zingen, samen te lezen in en te luisteren naar Gods woord. Juist op hoogtijdagen kan dat zo belangrijk zijn. Het kan, als God zijn zegen daaraan verbindt, je hart openen, zodat er een ingang komt voor het evangelie. Dan raak je met hart en ziel aan Christus verbonden in verwondering. Maar deze Pasen zullen we wellicht niet snel vergeten, nu ons juist op het hart was gedrukt binnen te blijven, geïsoleerd te zijn, en we alleen in onze huizen de diensten konden volgen. Iemand die ook geïsoleerd is geweest, is Job. U kent vast het verhaal van Job. Zijn vee was gestolen, zijn knechten waren gedood, andere vee en andere knechten waren verteerd door vuur uit de hemel, en zelfs zijn 10 kinderen had hij verloren van het een op het andere moment. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, was Job ook nog eens ziek geworden. Ernstig ziek. Hij wordt melaats en moet buiten de stad blijven, en daar zit hij op de vuilnisbelt de mestvaalt en krabt zijn zweren met een potscherf. Job raakt geïsoleerd en hij krijgt huwelijksproblemen. Zijn vrouw begrijpt hem niet en vraagt hem: houd je nog steeds vast aan je vroomheid, Job? Zegen God toch en sterf! Job staat er alleen voor. Alleen 3 vrienden zoeken hem op. Ook zij blijven op gepaste afstand. Het zal wel wat meer zijn geweest dan die 1,5 meter van vandaag. Eerst zitten ze 7 dagen zwijgend bij hem. Dat is soms het beste wat je kunt doen wanneer iemand veel te lijden heeft. De beste pastorale aandacht is dan vooral er zijn. Zonder grote woorden, zonder nog een ander hoger doel, alleen maar er zijn. En misschien een hand op een schouder, misschien alleen een gebed, een roepen, een smeken tot God. Maar na 7 dagen beginnen de vrienden van Job toch te praten. Ze proberen ieder voor zich een verklaring te vinden voor het feit dat Job zoveel leed overkomt. Dat is altijd weer een verleiding voor gezonde en welvarende mensen, om verklaringen te zoeken voor het lijden van anderen. Het lijden zoals dat Job overkomt voelt immers zo zinloos. En dat is niet te verdragen. En daarom ontwikkelen de vrienden hun theorieën en hebben ze hun veronderstellingen. Er moet toch wel ergens een reden zijn hoe het komt dat de Heere het toelaat dat Job zo moet lijden. Maar elke keer wanneer ze hun gedachten aan Job voorleggen, schudt Job in verontwaardiging zijn zieke hoofd. Nee, zo is het niet. Dat is de oorzaak niet. Het lijden is niet logisch verklaarbaar. Er is niet ergens een zonde door hem begaan die dit alles rechtvaardigt. Zo raakt Jobs hart ook steeds meer geïsoleerd. Het raakt verwijderd van de troost die de vrienden willen bieden. Het raakt ook verwijderd van de Heere. Want Job worstelt met God en zijn rechtvaardigheid. In hoofdstuk 19 lezen we dat Job zegt: ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij, de Heere, heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan, en op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Job zit geestelijk in het duister. En hij zegt het in hoofdstuk 19, vers 21 zo: ontferm je over mij, ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God?
En worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. De hand van God heeft hem getroffen, zo zegt Job hier. En zijn vrienden kunnen dan ook maar beter zwijgen. Het is iets tussen hem en God. En Job worstelt om God terug te vinden. Maar dan staat er opeens zo'n wonderlijk gedeelte. Want als Job de vurige wens heeft uitgesproken dat al zijn klachten in een boekrol zouden worden opgetekend en met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots zouden worden uitgehakt, dan lezen we vanaf vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Het is alsof opeens een straal van licht doordringt in Jobs duisternis. Het is voor Job opeens Pasen. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Er is een God in de hemel die leeft en die ten laatste uiteindelijk verlossen zal. Ook al lijkt het dat God alleen maar tegen hem is. Ook al is Job het zicht op Gods wegen helemaal kwijt. Hij valt terug op iets wat hij weet. Iets wat hij heeft geleerd. En daar klemt hij zich nu aan vast. Mijn verlosser leeft. En aan hem is het laatste woord. Zelfs als hij sterft en zijn lichaam vergaat, zal ik, zo weet en gelooft Job, uit mijn vlees God aanschouwen. En als hij daaraan denkt, ontstaat er zelfs een diep verlangen naar dat moment. Om hem te mogen zien. Om uitgetild te worden boven al het lijden, uitgetild te worden boven het isolement van zijn toestand nu. Het mag duidelijk zijn, Jobs toestand verandert er op dit moment niet mee. Zijn zweren blijven jeuken, zijn vrienden blijven praten. En straks zal hij opnieuw de donkerte van Gods afwezigheid ervaren. Maar toch is er dat paasmoment. Een moment van vertrouwen en hoop dat God de God van het leven is en niet van de dood. Job ziet hier, als was hij een profeet, al eeuwen verder. Het is alsof hij net als de vrouwen en de discipelen een kijkje heeft genomen in het lege graf en daar heeft gezien dat God inderdaad verlost. Dat inderdaad aan hem het laatste woord is. En dat God een verlosser is die leeft. Misschien vielen de paasdagen dit weekend wel wat tegen. Geïsoleerd als we zijn op dit moment. Maar ik hoop dat het voor u en voor jou wel Pasen is geworden. Ondanks alles, ja, juist ook nu, mogen we immers weten dat Jezus leeft. Uw verlosser leeft. En hij zal verlossing geven. Ook al kan ons hart er misschien op dit moment maar moeilijk bij komen, laat het evangelie van Pasen dan toch spreken. Opdat we het met het getuigenis van de vrouwen en van de discipelen en van zoveel meer het zullen weten. Maar toch leeft hij. En wie op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij, goddelijk wonderbaar.
mag ik u voorgaan in gebed. Heere God, wij danken u dat het Pasen is geworden. We hebben het afgelopen weekend gevierd. Mogelijk maakten de omstandigheden het zo dat ons hart er maar moeilijk bij kwam. Maar we danken u dat u hebt geopenbaard dat u bent opgestaan, Heere Jezus. Het graf kon u niet houden. U hebt onze zonde en dood overwonnen. Wij danken u voor het getuigenis van de vrouwen, van de discipelen en van zoveel anderen, aan wie u als de levende bent verschenen. Wij danken u voor die machtige boodschap en bidden u, wilt u het zo maken dat het ons in deze tijd vertroosten mag en sterk mag maken in u? Vermeerder ons geloof, versterk onze hoop en verdiep onze liefde. En wilt u een loflied voor u in ons hart leggen, opdat u al groter en wij al kleiner worden. Breng ons in aanbidding aan uw voeten. Wij bidden u voor allen die net als Job lijden in deze wereld. Wij bidden u voor hen die dat zelf meemaken of bij hun naasten meemaken. De slagen die worden toegebracht, het isolement van mensen om ons heen, het isolement van onbegrip, de duisternis als we u kwijtraakten en uw wegen niet begrijpen. Wilt u dan tegemoet komen en breek met het licht van Pasen door in al onze duisternis? Zo bidden en danken wij u in Christus' naam alleen. Amen.